Ik ga jullie in deze video laten zien hoe jij een cadeautje kan krijgen in Fortnite. Dit cadeautje zorgt ervoor dat jij minder V-Bucks hoeft uit te geven en vaak een gratis skin kan unlocken. Dus geloof me jongens en meisjes, deze video wil je helemaal afkijken. Jullie hebben natuurlijk allemaal op deze video geklikt omdat jij wil weten wat voor cadeau je kan krijgen in Fortnite. Dan ben je aan een goede adres jongens, ik ga jullie dat in deze video laten zien. Maar voor we gaan beginnen, vraag ik jullie natuurlijk altijd even naar de itemshop te gaan en mij te supporten door middel van de code T's aan te zetten. Dus heb je dat nou nog niet gedaan, ga dat dan sowieso eventjes doen, want je support mij natuurlijk enorm. Plus je kan daar altijd wat dingetjes mee winnen en dat ga ik later in deze video uitleggen. Dus code T's, jullie weten het, de kortste code van Nederland naar België, T-E-S. Vul hem eventjes in, klik dan op search zodat het groene vinkje er staat. En als je dat dan hebt gedaan, ben je een hele grote baas, kan je op cancel klikken. En dan ga ik dus gewoon in deze video laten zien wat het cadeau daadwerkelijk is. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen jongens en meisjes. Ik wil eigenlijk deze video beginnen met het kopen van een skin. Want ik heb net de items opgecheckt. En oh mijn god, ik wil echt deze Sergeant Drake skin hebben. Want ik vind deze echt tantoe grappiger uitzien. Dus ja, zoals je kan zien, ik heb de code T's aanstaan. En ik ga gewoon eventjes deze skin kopen. Omdat ik deze gewoon zelf heel erg nice vind. Dus ik support mezelf ook nog eens. Kijk eens aan, we hebben de skin gekregen. De Lego versie van de skin hebben we gekregen. Die er fucking grappig uitziet. En een backbling. Helemaal mooi. We kleden hem die gewoon. Ga ik aan het eind van deze video aanzetten. Maar jongens en meisjes, ik ga jullie in deze video laten zien wat jij het best kan doen om natuurlijk jezelf een cadeautje te geven in Fortnite. Ik ga jullie straks ook een cadeautje geven, dus kijk deze video helemaal af. Maar ik ga jullie ook laten zien hoe je dus voor jouw aantal V-Bucks of voor jouw geld je het beste iets kan krijgen in Fortnite. Dus blijf gewoon kijken. Want, jongens en meisjes, ik heb net in de itemshop, zoals jullie kunnen zien, een skin gekocht voor 1200 V-Bucks. Helemaal prima, helemaal mooi. Daar ben ik zelf tevreden mee. Maar er zijn nog meer dingen die je kan doen. En ja, daarvoor hoef je eigenlijk niet eens naar de itemshop te gaan. Daarvoor kan je ook al naar de Battle Pass toe gaan. En dat is al beginnen met de Sonic Snake skin te unlocken. Ik ben onderweg, zoals je kan zien, ik ben bezig met hem te unlocken. Dit is sowieso een hele vette skin die je eigenlijk gratis kan krijgen. Want als je de Battle Pass gekocht hebt, had je deze skin al kunnen hebben. En ik denk ook dat heel veel die deze video kijken de skin al hebben. Omdat hij er gewoon zelf best wel clean uit vindt, dan vind ik het zelf. Ik ga hem zelf ook nog unlocken. Maar ik dacht, ik zet het wel in deze video. Omdat er misschien mensen zijn die niet doorhebben dat ze deze nu kunnen unlocken. Maar dat kan nu jongens en meisjes. Dus ga deze unlocken. Daar begint het mee. Maar we moeten toch voor de skins die ik bedoel, toch even naar de Fortnite itemshop toe gaan. Want de itemshop is een beetje veranderd sinds dat Fortnite in chapter 5 zit. Want we hebben natuurlijk skins zoals je hier kan zien. Hier nog meer skins, nog meer skins, nog meer skins, nog meer skins, noem het maar op. Dan kan je natuurlijk auto onderdelen kopen of auto's kopen moet ik eigenlijk zeggen. Je kan natuurlijk gem tracks kopen wat echt heel erg nice is. Ik vind deze zelf ook heel erg nice. Plus als je deze koopt, vergeet dan ook niet eventjes een supporter creator code van iemand aan te zetten. Maar als we nog meer doorgaan naar beneden, hebben we nog steeds de weekend skin. Deze skin staat ook zo tantoe lang in de itemshop. Maar buiten dat jongens en meisjes, moeten wij bij deze speciale offers en bundles aankomen. En ik heb het al in meerdere video's uitgelegd, maar ik ga het vandaag nog een keer doen. Omdat er nieuwe bundles zijn die ook best wel winstgevend zijn voor jouw Fortnite account. Waardoor jij dus bij wijze van spreken minder V-Bucks hoeft te kopen, maar wel meer krijgt voor hetzelfde geld. Dus laten wij beginnen jongens en meisjes met de Gilded Elite Pack. Deze pack heeft Rick gekocht in de video dat wij naar zijn locker gaan kijken. Alleen deze pack geeft je daadwerkelijk alleen maar skins zoals je kan zien. Je krijgt skins, je krijgt hier verder geen V-Bucks en het kost 17,25 €. Dus dit is niet echt een goed voorbeeld om te laten zien. Omdat eigenlijk jongens en meisjes dit alleen maar geld kost. Je krijgt er niks voor terug. Tuurlijk, je krijgt 3 skins terug. En voor 17,25 € zijn 3 skins met 3 pickaxes, et cetera, best wel een goede deal. Maar dat bedoel ik niet, jongens en meisjes. Wat we dus wel moeten gaan doen, is naar deze packs kijken die we hier zien. En dan kunnen we als allereerste, je ziet het misschien al staan, unlock 1000 V-Bucks, de Foilance Excel Quest Pack checken. Want als je namelijk deze pack koopt, ben jij 9 euro kwijt. 9 euro, jongens en meisjes, kan ik jou wat vertellen, is dezelfde prijs als dat jij 1000 V-Bucks koopt. Dus je krijgt voor de prijs van 9 euro 1000 V-Bucks. En kijk, die krijg je dus hier zo bij deze pack. Krijg je die ook. Maar wat je er dus ook nog eens bij krijgt is een skin. Ik weet niet welke rarity deze is. Hij is blauw. Dus je krijgt dus een skin die 2 versies heeft. Plus nog eens een pickaxe als ik goed heb. Laat me eens even kijken. Een pickaxe, een backbling. En nog eens die 1000 V-Bucks voor maar 9 euro. Oftewel, als je dus deze pack koopt, krijg je dus de V-Bucks gratis. Plus ook nog eens een skin. Of je betaalt voor de skin en je krijgt de V-Bucks gratis. Is maar net hoe je het wil zien. Dus ik raad jullie gewoon aan, als je dan iets zou willen gaan kopen in Fortnite, om dan in plaats van 1000 V-Bucks op deze manier te kopen, jezelf een cadeau te geven door deze pack te kopen. Omdat je daadwerkelijk ook gewoon een gratis skin erbij krijgt. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik heb het sowieso al meerdere keren uitgelegd. En ik blijf het ook gewoon doen voor jullie. Omdat heel veel mensen dit nog steeds niet doorhebben. En ik nog steeds mensen blijf helpen door deze manier uit te leggen, zeg maar. Dan hebben we ook deze pack. Deze pack is wat minder, want zoals je kan zien heb je wel een hele vette skin. Je krijgt 600 V-Bucks, backbling, camo en hoe heet dat? Wat krijg je er nog meer bij? Wat is dit dan? Dit is een backbling. Oh, dit is een pickaxe.
Holy shit, ik dacht dat het een backbling was, man. Maar dit is gewoon de pickaxe. Deze is 4,50 €. Je krijgt 600 V-Bucks, maar vervolgens krijg je er dus ook wel weer een blauwe skin bij. Dus ook deze pack is redelijk, voordeliger dan V-Bucks te kopen. Want je krijgt 600 V-Bucks en een vette skin. Alleen de V-Bucks hier zo zijn iets minder waard, omdat de prijs van de skin natuurlijk ook wat laag ligt. Wat logisch is. Ik zag dan nog een pack en die wil ik ook even met jullie spreken. Dat is de Rogue Scout Pack, zoals je kan zien. Die is 19 €. Maar waarom deze dus al 19 € is, is omdat je dus ook nog een Save the World erbij krijgt. En voor mij ook, zoals ik het zag, 1500 V-Bucks. Dus je kan 1500 V-Bucks verdienen met 19 €, zeg maar. Of 18,50 € om even precies te zijn. Maar je krijgt er ook nog eens een paarse skin bij. Deze skin is dus van paarse rarity. En ik raad jullie dus gewoon aan. Mocht je nou wat geld hebben, wil je nou iets kopen in Fortnite, om dus niet direct blind te gaan kopen op 1000 V-Bucks. Maar om dan gewoon even goed naar deze packs te kijken. Omdat deze packs gewoon veel voordeliger zijn dan wat ik jullie net al liet zien. Dus dat is eigenlijk mijn tip aan jullie. En zo kan je jezelf dus een cadeautje geven in Fortnite. Omdat je dus op deze manier ook daadwerkelijk gewoon een skin gratis krijgt of V-Bucks gratis krijgt. Dus ik vraag het even aan jullie. Laat even in de comments weten, wat vinden jullie? Als je dus 9 € uitgeeft, wat dus in principe de prijs is van 1000 V-Bucks, krijg je dan de V-Bucks gratis of krijg je dan de skin gratis in dit geval? Ik denk dat je dan in dit geval de skin gratis krijgt, omdat je voor de V-Bucks betaalt, omdat 1000 V-Bucks 9 € kost. Maar laat even in de comments weten wat jullie daarvan vinden, wat jullie mening daarvan is. Want ik heb dat zelf nog niet gedaan, want ja, ik heb nog genoeg V-Bucks. Maar ik heb ook wel eens vaak dat ik gewoon denk van, oh, dan koop ik wel gewoon zo'n pack. En ook al moet je er soms quests voor doen, is het zeker waard om die quest te doen, omdat je daar dus daadwerkelijk je V-Bucks mee verdient en je speelt toch de potjes. Dus kleine tip van mij naar jullie. Ik hoop dat jullie die sowieso kunnen waarderen. Maar ik heb jullie gezegd dat jullie gewoon tot het einde van deze video moeten kijken. Want ik heb jullie gezegd dat als mensen de code T's aan hebben staan, ze kans maken op ook nog eens een cadeautje van mij. Want ik ga jullie ook een cadeautje geven in deze video, jongens en meisjes. Dus die kans kan jij nu pakken. En ik ga namelijk 3 mensen, ik ben weer vandaag best wel schappelijk, 3 mensen die deze video kijken, gewoon random mensen, iets giften uit de itemshop. Dus wil je nou bij wijze van spreken dezelfde skin als die ik net heb gekocht, daar kan jij kans op maken, jongens en meisjes. Het is heel erg simpel. De enige paar stappen die je hoeft te doen zijn heel simpel. En dat is naar de itemshop gaan. Ik heb het jullie al gezegd. En dat is die verdomde code T's aanzetten. Zet die code T's aan. Dat is het enige wat je moet doen. Dat is stap nummer 1. Zorg wel eventjes dat je de code T's goed invult en dat vinkje ziet staan, anders telt het niet mee. Dan kan je daarna op cancel klikken, dat is stap nummer 1. Stap nummer 2 is geabonneerd op mijn kanaal. Ben aan het kijken en zie je dat je nog niet bent geabonneerd. En geloof me jongens, heel veel mensen die mijn video's kijken zijn nog niet geabonneerd. Abonneer dan nu op mijn kanaal en je moet dat belletje ook even aanzetten. Want kan je niks missen van mijn video's, zet dat belletje dus even aan. Stap nummer 3 die je moet doen is een duimpje omhoog achterlaten. Heb je dat gedaan, ben je gewoon een baas, ben je een legend, dankjewel daarvoor. Stap nummer 4 is jouw Epic Games naam achterlaten, jongens. Als jij je Epic Games naam achterlaat, kan ik jou toevoegen. Dan duurt het 48 uur voordat ik dat dan heb gedaan. Kan ik jou eindelijk giften natuurlijk, wat gewoon heel erg nice is. En wat je volgens ook nog even kan doen, is mijn Discord joinen. Mijn Discord staat in de beschrijving. Zou ik gewoon heel erg nice vinden als je dat doet. Dat zijn eigenlijk alle stappen. Dan is er nog 1 bonus stap voor de mensen die Snapchat gebruiken. En dat is mij toevoegen op Snapchat. Mijn gebruikersnaam staat nu in beeld. Voeg mij ook even toe op Snapchat als je dat nog niet hebt gedaan. Daar heb ik heel veel dingen wat ik post, zonder dat je dat eigenlijk op Instagram of iets voorbij ziet komen. Dus doe dat ook eventjes. En dan maak je dus gewoon kans op een hele mooie skin uit de itemshop naar keuze. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Vergeet even niet alle stappen te doen natuurlijk. En dan check ik jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe video, jongens en meisjes. Dus succes, veel plezier met de giveaway. En dan, wie weet krijg je gewoon een mooie skin cadeau van mij op jouw account.